Goedemorgen. Hoe verder? Het is nu zondagochtend, 7:45 ongeveer. En we gaan zo een stukje hardlopen, een stukje joggen. En daarbij ga ik ook afval opruimen. Daar is een heel mooi woord voor, dat heet plogging. Aan de ene kant van het woord plokken, dat is Zweeds voor oppakken. En aan de andere kant is het jogging. Dus eigenlijk omschrijft dat heel mooi wat we gaan doen. Plogging, al rennend afval opruimen. Vuilniszakken mee. En weer een blikje Bavaria. Eigenlijk hartstikke zonde dat het ook gewoon week in week uit in de natuur gegooid wordt. We zijn hier in Kardingen, hartstikke mooi natuurgebied vlakbij mijn huis. En ja, het is eigenlijk elke week hetzelfde verhaal. Dus ja, zonde. Het eerste blikje energiedrink van deze ochtend. De komende uur gaan we hier echt nog heel veel van tegenkomen. Energiedrink. Moet eens kijken. Zo koud is het geweest vannacht. In de zak ermee. Welkom in het paradijs. We zijn hier in een bushokje. Ja, wat kom je hier zoal tegen? Blikjes, in dit geval weer een blikje energiedrank. Wat mij betreft mag hier zo snel mogelijk statiegeld opgeheven worden. Want ja, op deze manier blijf je bezig. Wat hebben we hier? Prachtig mooi flesje. Die 1,5 liter flessen, die literflessen, daar zit er wel statiegeld op natuurlijk. Daar kom je bijna niet tegen in de natuur. Maar dit soort dingen wel. Dus wat mij betreft ook hierop statiegeld. En natuurlijk een mondkapje. Die dingen blijf je ook overal weer tegenkomen. Ook die gaat mee in de zak. Ook niet, hè? Afval. Afvalbak. Nou, iemand heeft patat gegeten gisteravond. Dit wordt natuurlijk weer achtergelaten. En wat je ziet is dat op deze plekken dieren van hebben gegeten, waarschijnlijk vogels of zo. Dus die krijgen dat vervolgens ook weer in hun maag. Dankjewel. Zo, je moet soms eindig lenig zijn om te ploggen zoals je ziet.
houdt je jong, houdt je fit. Goed bier weer natuurlijk. Ja, als je me zo ziet, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nee, ploggen is niks voor mij. Je moet wel een beetje van viezigheid houden. Niet vies zijn van viezigheid eigenlijk. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon, nou, als het lekker weer is, gewoon heerlijk. Een beetje in de natuur. Ik moet ook een klein beetje denken gewoon naar mijn eigen jeugd. Vroeger veel buiten spelen, altijd de hort op. Springen, klauteren, verstoppertje, dat soort dingen. Ja, ergens dat idee krijg ik ook altijd weer als ik hier gewoon 's ochtends bezig ben. Lekker rennen, mooi weer erbij. Ja, ik vind het ideaal eigenlijk. En je doet ook nog wat goeds voor de natuur. Zo, even korte pauze. We zijn ongeveer halverwege de route. Ik heb inmiddels al een hele zak opgehaald. We gaan straks thuis even kijken wat er verder allemaal in zit. En ja, dit is dus een beetje vloggen, vlogging. Ik ga nog een klein stukje verder rennen. En ik zou zeggen, blijf maar even kijken. Goed, we zijn inmiddels weer thuis. Twee zakken met vuilnis verzameld. En voordat we deze weg gaan brengen, vind ik het altijd wel leuk om nog even een foto te maken van wat ik gevonden heb. Dus ik ga ze even uitstallen.